In de eerste week van FC 24 heb ik 24 uur gespeeld en van dit team weten te maken. Nu zijn we een aantal maanden en promoteams verder en gaan we dit nog een keer proberen. Hoe goed gaat dit team na die 24 uur zijn? Vandaag spelen we de eerste 12 uur. Willen jullie de tweede 12 uur zo snel mogelijk zien? Laat ons zeker weten een like achter. Bij 2500 likes op deze video komt die zo snel mogelijk uit. Dit is dus ons allereerste team. En laten we heel eerlijk zijn, het is nog niet zo heel erg goed. Bijvoorbeeld mijn insane zieke 56 rated verdediger. Wat een knaller van een kaart. Maar goed, we moeten ergens beginnen en ik heb deze instructies toch helemaal niet meer nodig. We hebben vooral Nederlanders, we hebben een Loon Hernandez en de rest van het team is eigenlijk het doen we niet eens waard. Laten we de timer starten en dan gaan we meteen beginnen. Oh god, paniek! Is wat iedereen zou zeggen als ze niet deze zieke Future Stars packs hadden. We kunnen sowieso kaarten gaan upgraden, heel erg nice, gaan we ook doen. Maar eerst hebben we een 85 plus Rare Gold Player Pack die we hebben gekregen omdat de Future Stars promo is begonnen. Wie weet beginnen we meteen met iets lekkers. Maar volgens mij niet als ik dit zo zie. Nee. Trap. Een 85-je. Ik had gehoopt op beter. En deze eerste 12 uur hebben we natuurlijk ook weer 3 challenges die we willen completen. Lukt dit nou niet, dan beginnen we met een straf in het tweede deel die ik later uitleg. Maar jongens, er is nog een belangrijkere challenge. Ik ben onderweg naar die 100.000 abonnees. En sinds ik een klein jochie was, van 13, was het al mijn droom om dit te behalen. Druk dus zeker weten op die knop om de droom van het kleine jochie werkelijkheid te maken. En als je 100.000 FC points wil winnen die ik weggeef bij de 100k. En dan hebben we een Ultimate Team Welcome Pack met een player pick van 83 plus. Wie weet dat hier iets lekkers in gaat zitten. Komt u maar, jee. Oh, wat is er met de packluck op dit account? Oh god. Je zou het misschien nu nog niet zeggen, maar de packluck op dit account wordt echt insane. En de rest zijn allemaal loans. Ja, die kun je leuk even gebruiken, maar laten we eerlijk zijn. Oké, Ginola is wel heel ziek. Base Icon loan dan. Dat is al iets minder goed. Right of Lampard, jongens. Wie gaat het worden? Ik denk Lampard. Tuurlijk pakken we hier Wiever. 99 potten pakken we uiteraard Virgil van Dijk. Weet je wat? Ondanks dat die playerpick echt niet goed was, niet heel slecht. En dan hebben we nog de Future Star Academy packs. Hierin zitten 11 spelers en een aantal kunnen we gaan upgraden. En ik denk dat jullie wel snappen dat Geertruida een van die kaarten gaat worden. Dan snap ik niet waarom die 2 foto's heeft. Dat is een beetje gek. Ja, en dit is wel echt een heerlijke boost, want deze kaarten gaan we keihard nodig hebben. Dan hebben we de aanvallers. Wederom heel erg nice. Ik denk dat we hier gewoon lekker Brobbey gaan upgraden. En wat betreft het middenveld, moeten we nog even kijken wat we gaan doen. Laten we eerlijk zijn, waarschijnlijk wordt het of Saibari of Stijn. Maar dat zien we allemaal wel. En het voordeel is dat we ook meteen best wel een hoop kaarten hebben gekregen die ook gewoon het team in kunnen. Ja, dat is toch wel heel erg snel heel erg ziek geworden. En dan heb ik ook alvast wat spelers op de bank kunnen zetten. Nu heb ik deze eerste 12 uur 3 challenges te completen. Voor elke challenge die me niet lukt, moeten we 1 keer aan het radtest doodsdraaien. En geloof me, dat is geen manier waarop ik het tweede deel van deze challenge wil beginnen. En nu hebben we sinds dit jaar evoluties en die kunnen we ook gaan gebruiken. De vraag is, welke kaart gaan we als eerste upgraden? En ik denk dat een goede aanvaller wel een heel erg fijn begin is. Dus Brobbey wordt onze allereerste upgrade. En die gaan we ook meteen starten. 6 potten winnen, dan 5 potten winnen, waaronder 2 Rivals potten. En daarna nog 10 potten winnen. Maar dat moet wel goed komen. En nu zijn er heel veel SBC's, maar die kunnen we allemaal nog niet doen. Dus moeten we beginnen met Foundations 1. En deze SBC's gaan we gewoon even doen. Dat is 2. En we krijgen spelletjes. En nog meer spelers. Maar laten we eerlijk zijn, deze gaan allemaal in SBC's. Deze leveren we ook in. En dat is de laatste SBC. We kunnen officieel meer SBC's gaan doen. Nog meer spelers die we never nooit niet gaan gebruiken. Een silver pack en zilveren spelers zijn altijd welkom. Al moet ik heel eerlijk zijn, deze random Spanjaard, ja, ik denk niet dat we hem in een team gaan zetten. Hé, maar wel een stadium team van Heerenveen, boys. Aanzetten die hap, zeker weten. Ik ben niet voor Heerenveen. Waarom zet ik dat ding aan? En een 2-player pack. Zit een gouden kaart in. Gaan we iets leuks krijgen? Dit ziet eruit als een 83 rated alert. Geinig kaartje. Gaat het team denk ik niet zien. Het is echt absurd dat ik na 13 minuten al kan zeggen dat een speler het team niet gaat zien. Maar hij is wel handig voor SBC's. We moeten de Marquee Matchups gaan doen in de hoop coins te krijgen. De Daily Future Stars Challenge ook. En de UEFA Marquee Matchups ook. We hebben nog 0 coins en dat moet echt opgebouwd worden. Maar daarvoor moeten we eerst de Daily Gold Upgrade gaan doen. Oh, en de Team of the Year Crafting Upgrade is er ook nog steeds. De Daily Silver moeten we pakken. De Daily Bronze moeten we pakken. En hier gaan we mee beginnen. En dus lever ik een bronzen speler in. Een zilveren speler in. En besluit ik eerst nog de Foundations af te maken voordat we de spelers die we krijgen in de Daily Gold Upgrade gooien, want ook die moeten gedaan worden. We innen even snel onze bronzen en zilveren spelers en met die spelers deed ik de Foundation SBC's. Dit is helemaal niet verkeerd. Ik denk dat het tijd is om te kijken of we een Marquee Matchups of zo kunnen gaan doen. En we krijgen een bronspack omdat we een speler gelist hebben. Die coins, jongens, in het begin is het moeilijker dan ooit. Oeh, en we krijgen een Braziliaanse manager. Het is jammer dat hij untradable is. Anders hadden we meer dan 2000 coins gevangen. Maar hij is wel heel erg handig om in de club te hebben. We gaan even kijken of we die UEFA-markie matchups kunnen doen. Het enige wat we missen, jongens, is wat chemistry. En ik denk dat we onze 82 loonman maar gewoon gaan inleveren. Want ik ga er niet gebruiken. Dat weet ik nu al. Dit moeten we dan maar gewoon gaan inleveren, jongens. Het is wat het is. We krijgen wel een verhandelbare 15k-pack. Misschien gaan we eindelijk coins vangen. Echt, coins gaat het ons niet opleveren, ben ik bang. En we discarden gewoon alles hier. En Ajax Tifo, die zetten we aan. En aangezien rares niet verkopen, gaan we hem quicksellen. Pakken we wel 1500 coins mee. Dat is echt niet slecht. En op deze manier zijn we er. Leveren we wel weer 3 van onze Future Stars Academy spelers in. Maar wederom geen kaarten die ik ga evolven. Dus ze kunnen gewoon gaan. En dan is het nu hopen dat we echt even wat coins vangen uit deze UEFA Marquee Matchups. We krijgen weer een bronspack. Onderhand boeit die me al niet zo heel veel meer. 25k pack. Het is verhandelbaar. Geef me alsjeblieft iets wat ik kan verkopen. Dit ziet er niet goed uit. Een 82 rated Otamendi als beste. Gaan we weer niet echt coins vangen, jongens. Het gaat gewoon niet gebeuren. Misschien dat de Prime Mix Players Pack ons geluk geeft, maar ik ga er niet vanuit, jongens. België, center forward, 81 Dries Mertens. We hebben nog niks van coins gevangen. Gewoon een marquee matchups proberen dan. Waarom niet? We kunnen het in ieder geval afronden. Krijgen we in ieder geval iets van coins terug, hopelijk. We zijn al bijna 3 kwartier aan het spelen. Het wordt tijd voor die eerste walkout die we krijgen het weer niet. Als we nog gewoon iets pakten, wat een beetje verkocht. Een beetje wat waard was. Ja, dan waren we binnen geweest. Alleen dat gebeurt niet. En ik heb ook echt maar 183 coins nu. We gaan nog een keertje die daily gold doen, jongens. We hebben de extra golds nodig. Nee, niet heel goed. En in de 11 gold player pack krijgen we wederom geen hele bijzondere speler. Dit keer is het Lenzini. Ah, dit jongen. Oh. Laten we hopen, jongens, dat we met deze spelers de marquee matchups af kunnen maken. En dat we op zijn minst 8 tot 10.000 coins hebben na een uur spelen. Je mag toch hopen van wel. Nou, hey, dit lukt, jongens. Dat is fijn. En er zit weer niks in. Alvarez. Oh, doe normaal. Ook de volgende squad lukt ons zonder coins uit te geven. Maar het was taai en we leveren eigenlijk heel veel in. En we krijgen er ook bar weinig voor terug. En ook de laatste squad is gelukt, jongens. En dat zonder coins. Wat een wonder. We krijgen een Tradable Megapack en een Electrum Players Pack. Maar goed, we moeten iets... Toch? En de Megapack is misschien nog wel onze pack waar we onze eerste walkout uit gaan krijgen. Maar ik ben bang van niet... Nee, 84 poop. Nou goed, we kunnen poop verkopen voor een paar k. Dus we hebben iets van coins. Dat is fijn. 3000 coins. Ik vind het goed. Is deze Bayern München kit toevallig nog wat waard? Lijkt er wel op. En we krijgen nog 1000 coins voor het quicksellen van wat spullen. Maar laten we eerlijk zijn, jongens. Heel goed was het allemaal nog niet. We nog één keer kijken of we die Daily Gold upgrade kunnen doen, jongens. De laatste van vandaag. 80 reden Taglia Fico. Het zijn weer spelers. En hebben we nou in die 50 minuten aan SBC's ons team nog kunnen verbeteren? Volgens mij niet. En als we de club checken, wat zit er dan allemaal in? Vrij weinig. Oh god, jongens. En dan hebben we alleen nog de Daily Future Stars Challenge om wat coins te krijgen. Die 100.000 coins zijn nog heel erg ver weg. Maar we weten de Daily Future Star Challenge wel af te maken. En uit die pack krijgen we 2 84's en die kunnen we verkopen. Dus dat is helemaal niet gek. We hebben 6,5k, jongens. Haha, wat goed. Als dit nu nog verkoopt, dan zitten we over de 10.000. En jongens, die Team of the Year crafting upgrade is wel heel erg interessant. En net toen ik wilde beginnen aan Div Rivals, waren de servers offline. En ondanks dat ik heel graag wilde gaan spelen, gaan we dan toch maar door met SBC's. En jongens... Deze squad lukt ons gewoon, maar het kostte ons wel heel erg veel. We hadden 7000 coins en dat zijn er nu nog maar 2.9000. Maar we krijgen wel een 50k pack. Dit is een walkout, een 86 rated. We krijgen 2 walkouts, wat goed. Hè? De dry streak is voorbij. Na een uur en 10 minuten spelen hebben we eindelijk een walkout gepakt. En het zijn er nog 2 ook. We krijgen Pareo en we krijgen Little. Kijk, ze lopen in die oei lelijke Sparta kit. En we krijgen nog wat 84's, wat 83's. Weet je wat? Helemaal niet onhandig dit. De League SBC's is misschien nog wel een manier om wat spelers te krijgen zonder heel veel coins kwijt te raken. Maar dan moet je wel het geluk hebben dat je iets tradable verhandelbaar pakt, wat een beetje gaat compenseren voor alles wat je uitgeeft. Eerst maar eens kijken hoe ver we komen met deze Hybrid League. Voor deze tweede squad moesten we 4 kaarten kopen. Nog 2000 coins, jongens, maar we zijn weer een stapje dichterbij. Geen walkout in deze pack. Wel een 83 ratetje. En de shadowkaart. Heel erg handig. Gelukkig lukt ook deze squad zonder een coin uit te geven. Heel fijn. En we krijgen hier een Grimaldo. En dat is een lekker spelletje om te hebben. Jongens, de coins zijn op. Oh, en ik moet nog 5 spelers. David. Jongens, ik moet nog 1 kaartje kopen. Heb ik genoeg coins om haar te kopen? Ik denk het wel. Kom op. Oh, waarom ben je nou duurder? Nee, joh. Oh, god. Het zijn net die ene kaart die dan te duur is voor mij om te kopen. We komen 100 coins tekort. Oh, wat pijnlijk. Misschien dat Turan beter werkt, jongens. Ja. Let's go! We hebben 200 coins over, maar we krijgen een 100k pack. En dat is waarvoor we het doen. We krijgen de 83 Vlahovic in de eerste pack. Dat is eigenlijk een beetje matig. Zou ik genoeg hebben voor een 85 plus player pick? Ja! Let's go! Gaan we gewoon doen. Leveren we 2 best wel hoge rate kaarten voor in. Maar ik wil een Future Star in mijn team kunnen zetten. Dus gaan we de gok gewoon wagen en hopen we hier iets lekkers uit te pakken. Gaan we ook iets leuks krijgen is de grote vraag. Het antwoord is nee. Het beste is brons. Dit is jammer. Maar we hebben nog een 100k pack, jongens. Wat gaat erin zitten? Kom op, IE. Geef me even iets lekkers. We zitten volgens mij geen eens een walkout in, of wel? Nee, we krijgen als beste 84 rated. Echt, mijn hart doet pijn van de packluck die we in de eerste anderhalf uur gehad hebben. Nou jongens, we kunnen in ieder geval een tradable pack halen met de dubbele speler. Misschien hebben we geluk. Oh, ook niet. Oh, we proberen alles, maar niks werkt. Laten we hopen dat we coins vangen. Jongens, het is echt stroef. En ik kan natuurlijk ook niet spelen op het moment, want de servers liggen eruit. Dus het is echt gewoon packs openen. Hopen dat we goede dingen packen, maar het gaat zo moeizaam. Maar hey, deze squad lukt ons ook, jongens. Dan krijgen we weer een leuke pack erbij. Hebben we nieuwe spelers erbij. Wie weet packen we nog wat leuks tussendoor, maar het lijkt er weer niet op. Prima kaartje. Die gaat mijn team wel in, denk ik. Rabiot komt erin en hebben we nog een keeper nodig. Laten we pas weer er maar inzetten. We krijgen er 1500 coins bij. Dat is heel erg welkom. Zullen we die Foundation SBC's nu maar even afmaken? Ik heb 6k. Daar moeten we wel een eind mee komen, denk ik. Dat is squad 1. En dat is de tweede squad klaar. Dat is squad nummer 3. En dat is de allerlaatste klaar. En die is ook gedaan en geeft ons een 7,5k pack. En we pakken niks bijzonders. Die is ook klaar. En ook deze is klaar. En dit is ook klaar. En de laatste is af, jongens. We hebben de Foundations afgerond. Het heeft ons bijna 2 uur gekost. En het komt vooral omdat we geen potten konden spelen, waar we geen matchbonus kregen. We hebben nog 3,7k over. En nog 2 Hybrid Nation en League Nation Hybrid SBC's om te doen. Maar met maar 3,7k wordt dat erg moeilijk. En we blijven niks packen, jongens. Maar goed, we krijgen er wel weer spelers door. Ik SBC'tje afknallen dan, waarom niet? We moeten 1 spelertje kopen, dat is het. Daar hebben we de coins wel voor. Ja, het moet maar, jongens. Het moet maar gewoon. We hebben namelijk wel de League SBC voor het eerst afgemaakt. En dat geeft ons weer gouden spelers. En dat hebben we nodig. En ook uit deze 2 packs krijgen we eigenlijk helemaal niks. Maar jongens, de packluck gaat nog omslaan. We packen namelijk verhandelbaar een 85 rated speler. En daarmee krijgen we er 6000 coins bij. En die coins kunnen we perfect gebruiken om de Hybrid Nations af te maken. En we leveren hier een hele hoop goede spelers in. Waaronder Rabiot, die we dus gewoon gebruiken in ons team. En uit de pack die we daarvoor terugkrijgen, packen we een 85 Berardi. Maar wederom weer niks heel erg bijzonders. En dat gaan we toch echt nodig hebben voor die tweede challenge. Maar we gaan langzaam verder met die Hybrid SPC's. En we packen af en toe nog wel wat geinigs. En we zetten door en door. Maar van packluck valt nog niet echt te spreken. Wel weten we officieel de hele SBC af te maken. En dus krijgen we een 100k pack. Als hier niks goeds is, er zit geen walkout in. Dit is Benacer, een 84 rated. Ik ben een 24 uur challenge nog nooit zo slecht begonnen. En dus staat er maar één ding op. Met onze laatste 4000 coins de League Nation Hybrid SBC doen. Gaan we dan geluk hebben uit de Small Rare Gold pack? Nee. Oh, sla me neer. Sla me neer. Wat moet ik hier nou telkens mee, man? Verder ging het prima hoor, jongens. Tussendoor packen we nog een Malen. Hebben we alweer 25 SPC's gedaan. En weten we de eerste squad van de laatste Hybrid SPC af te maken. Ach, krijgen we nou weer niks? We packen gewoon alweer niks. Het is een 50k pack, jongen. Doe normaal. Het begon lichtelijk pijnlijk te worden. En toen ik op het punt stond om alle hoop op te geven, wisten we eindelijk een walkout te packen. Is het Mapje Leon? Die is 89 rated. Dat zou toch lekker zijn? Nee, het is Paredes. Maar dat is een 88 rated, jongens. Onze eerste. Dat 2,5 uur spelen is binnen. We hebben 150 coins over. Het is niet veel, maar ook deze squad is af. En volgens mij pakken we wederom helemaal niks, tenzij het Mbappé is. Maar nee hoor, het is Lacazette. We moeten 1 speler kopen voor deze laatste squad. Heb ik überhaupt coins ervoor? We krijgen 1500 coins, we zijn gered. En met deze squad hebben we alle Foundation SBC's afgerond. 2 redelijke packs. Laten we hopen op een leuke speler. Oh, Botka, mijn god. Casemiro, hoogste walkout tot nu toe. Nou, gaan we überhaupt 1 speler packen die in ons team kan? Het lijkt er niet op. De Rare Mega Pack heeft wederom helemaal niks. Ik heb nog nooit zo'n zware eerste 3 uur gehad. En nu is het gewoon wachten tot de servers weer werken. En dan kunnen we gaan spelen. Ondanks het feit dat we geen keeper hebben, hebben we best wel een redelijk teampie staan al. Wel bijzonder dat geen van onze walkouts en geen van de spelers in al die packs in ons team is gekomen, behalve Frimpong en Malen. Fantasy FC is alweer begonnen, jongens. Ik heb een paar dagen even rust genomen, want ik had andere dingen te doen. En dan is het toch wel heel pijnlijk dat je 2000 coins ziet hier. Maar we krijgen ook een gratis 85 plus pack. Gaat er iets leuks in zitten, is de grote vraag. Spaans, CDM, 89 Rodri. Dat is wel echt een hele goede fodder en die gaan we ook echt wel nodig hebben. En we gaan nog even de Classic Pack checken. En we krijgen een walkout. 87 Modric. Ja, we pakken winst. Let's go. We hebben ook zo hard coins nodig. Dit is echt ideaal. Ik heb niet genoeg coins om de pack te krijgen. Oh god. Ik moet ergens 5000 coins vandaan zien te toveren, jongens. Ik heb zo weinig. Oh, ik ga nooit die 7,5k krijgen, of wel? Nu is de tot die crafting completion is er nog maar voor 9 uur en 26 minuten. Daarvoor zou ik 150 keer moeten doen in 9 uur tijd. Dat betekent dat ik iets van 1600 spelers nodig heb. Er is een Fantasy FC Cup. Die moeten we vandaag gewoon helemaal gaan spelen. 20 potten. Het is wel echt een hoop. Maar het geeft ons zoveel goede packs en icons. Ja, dit moeten we gewoon gaan doen. Zullen we beginnen met deze twee? In de hoop wat extra coins te pakken. En dan gaan we daarna even kijken hoe we het verder gaan doen. Ik moet zeggen, dit is de lastigste 24 uur die ik tot nu toe gedaan heb. Dan is het hopelijk genoeg in de club heb zitten hiervoor. En dat we iets lekkers pakken. Ah, laten we hopen dat we even een 85 ratetje of zo pakken. 7k krijgen. Dan kunnen we die 7,5k pack openen. Kunnen we daar weer 17k of zo van krijgen. We krijgen een special card tradable. Duits. Spits. Is dit voller? Leipzig. Het is Starke. Het is tradable. We gaan niet klagen. Het is geen uitzonderlijke kaart. En ze verkoopt ook echt maar voor 12,5k. De eerste special card van de serie is binnen. Erg leuk. We krijgen ook nog een brand. Die kunnen we verkopen voor 3k. We hebben de coins. Haha, we zijn binnen, boys. Let's go. Ja, en of we die pack gaan kopen. Want Modric is sowieso meer dan 7,5k waard, toch? Hoppa, 14. Let's go. Dan pakken we toch gewoon weer lekkere centen, jongens. En we kunnen nog een nieuwe preview pack doen. En wie weet zit hier ook nog wel wat leuks in. Nee, oké, jammer. 21.000 coins, gaat de goede kant op. Laten we snel de marktje matchups even afmaken. En die eerste squad, jongens, die we nog moesten doen, was helemaal geen probleem. Geen coin voor hoeven uitgeven en we konden meteen door. En we pakken verhandelbaar een walkout mee. 87 brons, dat is weer dus ongeveer 14.000 coins die wij in de club erbij krijgen. Wat echt legendarisch goed is. We weten voor 1000 coins de derde squad af te maken. Maar we pakken niks bijzonders. En ook squad 4 maken we af zonder problemen. En als brand verkoopt, zitten we op bijna 40.000 coins. Nu is het hopen dat deze twee laatste packs ons net over die grens gaan trekken. In de Jumbo Gold Pack zit niks bijzonders, maar wel 1000 coins. En dan hebben we nog een tradable Rare Electrums Players Pack. Gaan we iets van coins vangen, is de grote vraag. Het is een walkout. Tonali, die is 86 rated. Dus we kunnen wel wat coins verwachten. Heel erg goed zeg. 11,5. Ik vind het helemaal mooi. Ik heb echt een hele hoop spelers waaraan we kunnen gaan werken in deze 24 uur. De vraag is, gaan we onze fodder daarvoor gebruiken? En ik denk het niet. De exchange SBC's zijn namelijk terug. En ik denk dat wij heel erg hard ons best moeten gaan doen om alle 150 van die Team of the Year objectives te gaan completen. Dus al onze fodder gaan we hierin stoppen. Gaan we eerst door die packs heen grinden. En dan zien we nog wel of we iets leuks packen. Misschien een beetje zonde van de fodder, want je kunt het ook gebruiken in icon picks en dat soort dingen. Maar zoveel hebben we nog niet. We kunnen de spelers goed gebruiken. We gaan de packs gewoon lekker doen en we zien wel wat we krijgen. Voordat we die packs gaan openen, ga ik eerst al mijn golds die ik tot nu toe heb in de Team of the Year crafting upgrade gooien. Onze spelers onder de 82 rated zijn ingeleverd. Het is tijd om packs te openen. We hebben de eerste 6 gehad, jongens. Hé, het is een goed begin. Dat is de eerste. Pop is walkout nummer 1. En dat is 2. 88 Ginola, Danny Montai. Haha, en dat is Kobel. Patrick Guillero. En die kan in een evolutie. De evolutie is gratis en heet Pick It Up. Kan niet anders. Moet gedaan worden. 10 potten moeten we ervoor spelen. Dus is sneller klaar dan dat Broja zou zijn. Dus laten we er ook maar gewoon activeren voor nu. We krijgen gewoon weer treintje. Oh, special card. Let's go. Italiaans. Rechtswing. Politano waarschijnlijk. Dat is alweer de tweede special card in deze eerste 12 uur die we spelen. Wat een ongelofelijk monster is dit. 86 vooraan. Dat is een banger van een centerback. Frans. Center mid. Dat is helemaal geen slechte kaart. Kijk eens naar haar stats, jongens. Wat een monster. Ook gewoon 200.000 coins waard. Wat ziek. Een 85je. Niet gek. Nog een 85, nice. We zijn een beetje door de spelers heen, jongens. En dus is het tijd om de Fantasy FC Cup te gaan spelen. Dit is het team dat ik ervoor heb klaargezet en we zijn gaan knallen. Het is tijd voor onze allereerste pot, jongens. Met onze Sparta-kit. Echt ongelooflijk dit. En dan wordt het toch spannend. Gaan we na bijna 4 uur spelen onze allereerste pot op dit nieuwe account winnen. Let's go! Ja jongens, die wonnen we. Uiteindelijk scoren we zelfs 3 keer. En wanneer ik de derde score besluit mijn tegenstander dat hij er genoeg van heeft. Wat ik wel snap, want hij werd ook wel heel erg hard gerekt. 6 objectives dankzij die ene pot. We krijgen de Team Gullit kit. Represent. Die gaat lekker aan. We krijgen een 83 plus keer 2. Zat er dan iets lekkers in? Nou, nee. Goed, ik moet nog 19 van deze potten spelen, jongens. En dan hebben we alle objectives gecomplete. En dan krijgen we me toch een hoop packs en alles. Moet het gewoon proberen. En dit gaat lekker snel, deze potten. Het is niet heel moeilijk. Op zich doet ons team het wel oké. We moeten wel. Dus dat ben ik maar gewoon gaan doen. Wat heb ik gedaan met mijn kids? Nee, ik heb niet opgelet. En ondanks dat ik de tegenstander niet kon zien, wonnen we natuurlijk gewoon. En wat doet deze slimme jongen dan? Inderdaad, nog een keer een pot starten met exact dezelfde kids. Vraag me niet hoe ik ooit ben afgestudeerd, want ik zou het echt niet weten. En jongens, dit ging behoorlijk soepel. Robby. En dat is 3. Dat is de volgende win binnen, jongens. Robby. Lekker, jongen. Waar is Bobby? Is Bobby verdwenen? Wat doe je, Gulaxi? Even serieus. Doe normaal. Mijn eerste tegendoelpunt. Wat een pijn. Nou, de eerste los is binnen, maar we hebben in ieder geval 3 doelpunten meegepakt. En dat was meteen ook een van de weinige losses die we pakten. Uiteindelijk pakken we alle 20 de winst en verliezen we maar 2 keer. We krijgen een Ferran Torres. Nice. 84 keer 2, kom op. Weer geen walkout. Maar het is wel een gewone Hernandez. We hoeven de loon niet meer te gebruiken. Een dubbele walkout. Het is Saka. En wat zit erachter? Diaz. We krijgen er 50 spelers bij, boys. Heel goed. En dan ben ik even benieuwd of we 3 winsten achter elkaar kunnen pakken uit deze player pick. Dat doen we zeker. Berardi. Heel nice. Dit is tradable, jongens. Let's go. Spaans. Spits. Zit Aspas. Oh, het is wel lekker verhandelbaar. Dus dat zijn weer centen. Wat is die, 88 rated of zo? Ja, let's go. Dat is niet gek. Uit een mixed spelerspack. Dankzij zo'n informed player pick. Nou, helemaal prima, jongens. 32.000 coins erbij. 73k, jongens. Gaat de goede kant op. Truida, kop er maar in, jongen. Oh, ho, ho. Hij is weg. We hebben onze 20 wins. Nu kunnen we packs gaan openen. En we krijgen echt een hele hoop leuke packs. Waaronder een 85 plus keer 10. Dit gaat ons zoveel spelers geven. En die hebben we zo hard nodig. Ultimate pack dan. Kom op. Mag wel een walkout in zitten. Zit er niet in. Krijgen we serieuze 84 als beste? Oh, wat een drama. We beginnen met de 84 keer 5. Kom op. Geef me even wat lekkers. Een walkout. Dat is al fijn. Frans. CDM. Dit is Kanté. Het is geen walkout. Het is wel een walkout. Wie is dit dan? Oh, André. Maar dat was geen blauw lijntje. Oh, dat is verwarrend. En een dubbele Mairi. Dit is interessant. Ik wist niet dat dit niet te zien was. 85 plus keer 2 dan. Is dit iets lekkers? Duits. Spits. Een walkout. Starke. Die is ook blauw. En Renard, goede fodder. 85 plus keer 3 dan. Gaat dit een beetje goed zijn? We krijgen een inform walkout. Casemiro als eerste. Dat is al een hele lekkere rating. En daar zit een Tavernier achter. Ook goed. Lekkere kaart trouwens. En zit er dan nog iets blauws of paars achter? Nee, een Dybala. Die Tavernier. Die is niet slecht. Als we iets zieks gaan packen is het hierin. Kom op. Geef me iets goeds, CJ. Waarom niet? Dit is een inform. We beginnen met Renard weer. Dat is op zich prima. Dubbele walkout. Dat is lekker. Wat is het nog meer? Ik heb geen idee. João Gomes heeft ook een prima CDM-kaart. Een inform. 2 walkouts. Iago Aspas ook nog. Lekker. En een hele hoop dubbele spelers waar we iets mee moeten. Krijgen we ook weer een leuke Team of the Week player pick. Met daarin een 87 Saka. Of een Sergi Roberto. Die is ook goed. Maar ik denk toch dat we voor Saka gaan. Het is tijd, jongens. De 85 plus keer 10. We hebben al een hele hoop Fun Fantasy kaarten gezien, maar nog geen die echt heel goed is. Ik hoop dat we hierin geluk gaan hebben. Geef me iets lekkers, CJ. Ik weet dat je het wil. Dit is een Cancelo om mee te beginnen. Dat is niet zo sterk, daar moet ik heel eerlijk in zijn. En wat zit er nog meer in dan? Is een dubbele walkout, dat weet ik wel. Ik hoop op een 88 of 89 rated speler. Dit is Neuer, 87 rated. Je gaat toch niet zeggen dat dat mijn hoogste walkout is? Dat zou niet goed zijn. Uit een 85 keer 10? Oh, wat slecht! Ah, dat is pijnlijk. Ja, dat is heel pijnlijk. Dat was echt de slechtste 85 keer 10 die ik ooit heb gezien. Ja, special card. Kom op. Frans. Center mid. Oh, niet alweer. Dit is letterlijk de 3e keer dat we er packen. Waarom blijf ik deze meid maar packen? Nou, inleveren voor meer spelers dus. Laatste. Dankjewel. Kom maar met die 27 spelers. Dubbele walkout. Let's go. Wees hoger dan 87. Geef me gewoon nog een 89-tje. Dan krijgen we nog een keer 50 spelers. Nee. Kimmich. En een Tonali en een Bellingham. Zo dan. Dat was een goede pack. Weer een dubbele walkout. Oké dan. Gaat lekker hier. Wat zit er nog achter? Een Pareo. Het zal wel. Lekker. En met deze pack zitten we op 75. We hebben de helft gehad. En we hebben nog 4 uur om het af te maken. Dat wordt nog best lastig. En ondanks dat het lastig was, is het ons wel gelukt. We krijgen nog een lekkere 87 Saka dubbel. We packen nog een tradable Dybala. Oh. Lekker. 120. 83 keer 10. Geef me even walkouts. Ik heb het nodig, IJ. Oké, we krijgen Dybala. 2 walkouts alsjeblieft. Nee. Damn it, man. Oh, dit is balen. Weer een pack die echt gewoon kut is. Oh, special card. Goeie nation. Nee. Nee. Rot op met je Iago Aspas de hele tijd, man. Ach, het is weer een 88. Het kan in SBC'en. Oh, special card. Argentinië, rechtsback Molina. Dit is een hele goede, jongens. Ik hoopte al dat we deze zouden packen. Want deze heeft zieke potentie en heeft al zieke stats. Deze is geweldig om te hebben. Die gaan we dus mooi even niet inleveren voor spelers. Dat kan ik je wel zeggen. Wat een prachtige kaart. En hij is niet zo heel duur, maar 100.000 coins. Duits. Spits. Nee, het is weer die van 86 rated. Wanneer gaan we nou een keertje een echt zieke packen, man? Laten we hopen op een goede 84 plus keer 5. Met een walkoutje of 2. Een lekkere 87, 88 rated. En 86 is dan niet zo heel goed. Al is het wel leuk om weer diezelfde blauwe Starke te zien. Zit er nog iets goeds achter? Ja, een 88je. Mooi dit. Ik denk dat we genoeg hebben om het af te maken. We hebben gewoon 150 packs geopend. We got them, boys. 150 van deze SBC's in de allerlaatste dag dat ze live waren zijn eruit geperst. Het heeft ons geen coin gekost. En we krijgen een 83x10 en 83x20 pack cadeau. Daar deed ik het eigenlijk voor. Voor die gratis 83x10 en 83x20. Laten we hopen dat er wat goeds in zit. Anders was het voor helemaal niks. Oké, een 87je. 1 walkout maar. Het is een extra walkout. En ze hoeven niet meer in de exchange SBC's, want we zijn ermee klaar. Dus we kunnen icon SBC's gaan doen en dat soort dingen. Hier deden we het voor, jongens. De 83 plus keer 20. Ik zou een FUT Fantasy Hero zo ziek vinden. Gaat het gebeuren is de grote vraag. Ik hoop toch echt van wel. Engels, centermid, Bellingham. Dat is best matig. Wat zit er nog achter? Ederson. Oké, 2 walkouts. Zou hier nog iets blauws achter kunnen zitten of zou je dat dan zien? We krijgen ook nog een Nkunku. 9 dubbele spelers. Helemaal niks. Oh, wauw. Dat was een beetje underwhelming. Robbie, geen goede kaart, maar we pakken hem wel. En is het echt uitzonderlijk? Nee, maar we hebben best wel een redelijk begin staan hier. Het is de volgende ochtend en we hebben gewoon weer een walkout uit ons preview pack. Natuurlijk gaan we die gewoon halen. Ja, het is niet veel meer, want de spelers zijn wat gezakt in prijs. Maar toch 2000 coins winst door. En weet je wat? Dat is helemaal niet slecht. Die gaan we gewoon pakken. En daarmee zitten we op 90.000 coins. En jongens, we hebben net die 150 Team of the Year upgrades gedaan. En weet je wat er gisteravond is uitgekomen? Weer 150 crafting upgrades om te doen. Het houdt niet op. Oh. Dus ja, dat betekent dat we die misschien ook wel moeten gaan doen. En dat betekent dat we de eerste 12 uur eigenlijk maar 20 potten spelen. Maar wat ook uit is, is de 83 plus keer 10. En daar moeten we gewoon mee beginnen. En als ik me niet vergis, hebben we gisteren echt heel veel 84's en zo in de club gehouden. Dus ook die 83 rated squad wordt echt, als het goed is, een eitje. We hebben zoveel 83's opgebouwd door al die upgrade packs gisteren. Kan niet zo zijn dat we deze 3 83 keer 10's niet kunnen doen. We krijgen een fancy fut in de eerste. Het is Frans, centerback, Konaté. Oh, dit is een win, jongens. Maar had ik hem niet al gepakt? Nee, ik heb hem nog niet gepakt volgens mij. Dit is echt heel ziek. Wat een ongelofelijke win in de eerste pack. 375.000 coins waard. Moet in het team komen. Portugees, spits, Zoey. Oh, dat is de enige walkout in de pack. Dat is dan wel weer slecht. Het is dat het Ronaldo is, maar dit is eigenlijk een beetje pijnlijk. Zo, een hele pack is dubbel, man. Doe rustig aan. We hebben al een zieke Fantasy FC. Dat hoeft niet meer. Maar 88, 89 raids hebben we gewoon nodig voor spelers, zodat we die crafting upgrade nog een keer helemaal kunnen doen. Maar daar hebben we walkouts voor nodig en dan moeten we die wel krijgen. Dit is volgens mij een walkout. Dat is een heel erg goed begin. Dubbele walkout, nice! Come on, wie zit er nog meer in? Rodri, oh, we krijgen er 75 spelers bij. En nog 2 87's en een 86 en een fantasy fut. 6 walkouts in één pack. Wat lekker. Komt u maar. We hebben vrij weinig aan deze kaart, in alle eerlijkheid. Maar het is niet gek. We hebben de eerste crafting upgrade gedaan. Laten we onszelf gewoon nog deze 3 uur geven om te kijken hoe ver we komen. Het is de volgende ochtend. En dat betekent dat wij niks hebben veranderd aan het team, want we hebben niet gespeeld de hele zondag. En als het goed is, kunnen we weer 3 nieuwe 83x10's doen. We gaan ze keihard mogelijk grinden deze 3 uur, zodat we na 12 uur zo goed mogelijk team hebben staan. En daarna gaan we in de volgende 12 uur keihard knallen om de eerste weekend league te spelen. Dit is een walkout. Oberdorf. Dubbele walkout, dat is niet gek. 89 plus, dat is waarnaar we zoeken, jongens. Messi, ach, wat een banger. Heerlijke 83x10 dit. En we krijgen een inform erbij. Dit is eigenlijk perfect. Polen, keeper, dit is Szczesny. Weer een dubbele walkout met 88 Paredes, ook niet slecht. Shit, geen inform. Dan gaan we met deze dubbele spelers even een inform player pick halen. Ik wilde net zeggen, we hebben nog zoveel spelers, maar we hebben er nog maar 282 rated. Nou, geef hem even een goede inform dan. Niet, maar dat is niet erg, want hij gaat toch allemaal een SBC in. Mijn Jan als eerste en als enige. Wel weer een inform erbij, dat is fijn. En een hele hoop dubbele spelers. Tijd om alles in exchanges te gooien. Doei Messi, thanks voor de 50 spelers. En terwijl ik al mijn walkouts inlever, was het tijd om me voor te gaan bereiden op 3 uur lang keihard grinden. We gaan al die Fantasy FC upgrades nog een keer doen. En dan is het hopen dat we iets goeds overhouden aan het einde. Oké, daar gaan we. En we zitten op een 3e. Yep, we zijn ge-SBC-band. Damn it. Ja, wat krijg je ervan als je 300 SBC's doet in 12 uur? Nou, we hebben in ieder geval de 100 aangetikt. Maar nu moeten we wachten totdat we weer SBC's kunnen doen. 81x11. Walkout. Nice, 89. Dat is perfect eigenlijk. Zodra we geband zijn, kunnen we door. En na even wachten hebben we dus nog iets minder dan een uur om de laatste 50 upgrades te doen. We packen nog een Fantasy FC en dat niet alleen. We packen er 2 in één pack. We krijgen de beste speler van Nederland uit de 83 plus player pick. Welkom Frankie. We packen weer een 89 rated. En we krijgen weer een 89. Dat is perfect. Oh, dat is 89 rated of niet? Let's go. We krijgen weer 50 spelers. België. Centermid, is het De Bruyne? Oh, we krijgen nog een 89 rated speler erbij die ook in de SBC kan. We hebben nu op zijn minst 200 spelers op ons wachten. 89, let's go. Ja, we gaan die 150 SBC's makkelijk afmaken nu. Hey, dit is misschien weer een walkout Frans. Centerback, is het Renard? 88je. Score, goed. We gaan sowieso deze SBC af kunnen maken, jongens. Geen probleem. Ja, special card. Let's go. Goeie nation. Italiaans. Rechtswing. Oh, dit is Politano. Maar die hebben we al natuurlijk. Dus dat betekent dat we ook daar weer spelers voor gaan krijgen. Eudekaart. Lekker. Dat is een 89 rated, jongens. We hebben sowieso genoeg spelers. Met deze pack, jongens, hebben we ze alle 150 gedaan. En we hebben nog een kwartier over ook. En jongens, fun fact. Dat is niet alles. Want naast dat ik deze laatste vier nog niet eens geclaimd heb, wat betekent dat we echt een aantal hele zieke packs hebben klaarstaan, heb ik ook nog eens 33 77 plus keer 3 packs klaarstaan om nog te openen. En alle fodder en alles wat we daaruit krijgen, kunnen we lekker bewaren. Dat is mooie 85 rated. Hey, special card Molina. Wat leuk. Alleen ook die hebben we al gepakt. Ik wilde gewoon even een keertje eentje pakken die echt heel veel waard is. Zo'n Molina is echt wel leuk hoor. Maar het is niet waarnaar ik op zoek ben. Ik wil een speler die echt miljoenen waard is. Een Mendy. Waarom niet? Een Griezmann. Een Hero. Molina, ja, kan me gestolen worden. 87je, let's go. Oh, dat is de 83 keer 20 hits. Verkeerde pack geopend. Maakt niet uit. Hoop op een walkout. Gewoon hoop op iets leuks. Is dit is een blauw kaartje. Alleen deze komt er dan weer niet blauw uit. En Cancelo. Dat is geen goede 83 keer 20. Mijn god. Als dit het enige is, dan hebben we echt flinke pech. Oh, wat een slechte pack. 2 walkouts in de 83 keer 20. Oh, slaan we neer. 81 keer 11 geeft ons een inform walkout. Tavernier. Ook leuk. Twee informs. Niet slecht. Dan hebben we nog een 85 keer 3 en 2 83 keer 10's. Laten we hopen op nog iets leuks. Ik heb echt geen hero gezien. Ik had het zo leuk gevonden om een hero te zien, maar goed. Dit is Jude Bellingham. En is de enige walkout in de pack. Pijnlijk. Laat de tweede 83 keer 10 alsjeblieft beter zijn. Kom op. Even Griezmann. Duits. Spits. Ach, het is weer... Deze chick, die krijg ik zo vaak, joh, niet te doen. En wat zit er nog meer in de pack dan? Een André, 286's, kom op nou. Ongelooflijk pijnlijk dit. En met nog 4 minuten over hebben we de laatste pack van deze gigantische pack grind. Laten we hopen dat we kunnen eindigen met een banger. Dit is een walkout sowieso, Duits. CDM, het zal Kimmich of Oberdorf zijn, het is Oberdorf. Het is niet de enige walkout, dat is fijn. Wat zit er nog achter? Een Bernardo Silva, prima walkoutjes. En een Goretzka. Nou, wat voor team zouden we kunnen bouwen na deze 12 uur? En jongens, ondanks dat we die 33 chemistry nog niet aantikken, komen we wel al heel dicht in de buurt en hebben we een aantal hele zieke kaarten in het team staan. Ik kan niet wachten op de tweede 12 uur om te kijken waarmee we gaan eindigen.